Laat ons het hebben over de nieuwe Vlaamse regering. De meeste dingen die in het nieuwe regeerakkoord staan, gaan verder op ingeslagen wegen die we al kennen. Meer besparingen, meer inzetten op individuele verantwoordelijkheden, minder sociale zekerheid en ga zo maar door. Maar er is één aspect van dat nieuwe regeerakkoord dat toch aanvoelt als een breekpunt. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat deze Vlaamse regering autoritairder is dan ooit tevoren. En dat is iets waar we ons heel bewust van moeten zijn. Iets dat we niet zomaar normaal moeten vinden. Primaat van de politiek, zo heet dat dan. Maar eigenlijk betekent dat dat de regering gewoon zijn goesting doet en niks geeft om inspraak of tegenspraak. Laat mij een paar voorbeelden geven. Het eerste wat onze nieuwe minister-president heeft gedaan nadat het regeerakkoord af was, is een speech gaan geven op een sponsordiner van de uiterst rechtse website Doorbraak. En daar, voor zijn echte achterban, is hij een beetje gaan lachen met de oppositie in het parlement. Of een ander voorbeeld. In het regeerakkoord staat dat er 20.000 hectare extra bos zou worden aangelegd. Maar toen de nieuwe minister van Landbouw bezorgde reacties hoorde bij de boeren die bang waren dat hun gebieden zouden worden volgeplant, en is zij droogweg gaan vertellen dat er helemaal geen 20.000 extra hectare bos zou komen. Het gaat gewoon over bestaande gebieden die onder natuurbeheer zouden worden geplaatst. Dus als er ergens in uw straat een handvol bomen samenstaan, dan worden die onder natuurbeheer geplaatst en dan doen we alsof we nu extra bossen hebben gecreëerd. Mannetjes, weg is waar. We zijn al een kwartier onderweg en ik heb het gevoel dat we deze boom al 4 keer zijn tegengekomen. Dat is lachen met de oppositie, dat is uw eigen beloftes niet serieus nemen. Dat zijn dingen die doen denken aan de stijl van echt autoritaire regimes zoals Orbán of Bolsonaro of Trump. Mensen die met een ijzeren hand regeren en niks geven om inspraak of tegenspraak. Toch belangrijke aspecten van een gezonde democratie. Er zijn nog voorbeelden. Kijk naar hoe deze nieuwe regering kijkt naar armoede. Toen de nieuwe minister-president werd aangesproken op het feit dat daar heel weinig op wordt ingegaan in het nieuwe regeerakkoord, was het enige antwoord dat hij kon geven dat we dan maar de definitie van armoede moeten veranderen. I'm not interested in caring about people. In het verleden werd zoiets als armoedebeleid afgestemd met experten die onderzoek deden rond armoede. Deze is echt de eerste keer dat een regering gewoon zegt: fok jullie onderzoek, wij zullen zelf wel bepalen hoe we het probleem oplossen en hoe we dat gaan doen is gewoon door de definitie aan te passen. Dus de definitie die mensen die dat jarenlang onderzoeken gebruiken is opeens niet meer goed genoeg omdat een rijke politicus uit Brasschaat beslist heeft wat de armoede nu echt is. Omdat hij eigenlijk gewoon de kans wilt geven aan werkgevers om hun mensen minder te betalen. De vorige Vlaamse regering heeft ons al duidelijk gemaakt dat racisme blijkbaar relatief is. En nu krijgen we ook nog te horen dat armoede blijkbaar relatief is. Toch bruut voor de mensen die ermee te maken krijgen. Of kijk naar de visie van deze regering op de media. De openbare omroep moet 40 miljoen besparen. Terwijl dat zij voor de neutrale berichtgeving moeten zorgen. En die besparing dat is natuurlijk één groot cadeau voor mensen als Van Tillo die de VTM in handen hebben, maar eigenlijk ook de helft van het Vlaamse medialandschap. En bovendien moet de openbare omroep ook meer inzetten op de Vlaamse identiteit. De N-VA noemt programma's zoals De Afspraak te links. Zij vinden dat er meer stemmen aan bod moeten komen tegen migratie, meer stemmen die de klimaatverandering ontkennen. Het lijkt wel alsof deze nieuwe regering een beetje jaloers is op Fox News. Maar er is nog iets dat alle autoritaire regimes delen. Ze hebben allemaal hun eigen versie van eigen volk eerst. En dat is ook het geval bij deze Vlaamse regering. Nieuwkomers in Vlaanderen worden verschillende rechten ontzegd. Ze hebben niet meer het recht op sociale huisvesting, geen recht op Vlaamse sociale bescherming. Ze moeten grote sommen geld betalen voor inburgeringstrajecten en de examens die daarbij horen. Welkom, bienvenue. En als ze de Vlaamse kanon, de befaamde Vlaamse kanon, niet van buiten kennen, dan kunnen ze hun verblijfsrechten verliezen. Een Vlaamse kanon. Daarmee bedoelen ze een lijst van ankerpunten uit de Vlaamse cultuur en geschiedenis die leerlingen op school moeten blokken en nieuwkomers in inburgeringscursussen moeten van buiten leren, om het identiteitsbesef in Vlaanderen te vergroten. Een kanon is trouwens iets waarvan Bart De Wever in 2002 zelf nog heeft gezegd: één lezing van de geschiedenis opleggen, dat is een eigenschap van een autoritair regime. Maar het zijn niet alleen de nieuwkomers die het zwaar te verduren krijgen. Iedereen die niet bij het eigen volk hoort, krijgt klappen. Zo is er bijvoorbeeld het plan om een nieuw veiligheidsinstituut op te richten om specifiek moslims te controleren. In words, racist. Dat lijkt me toch niet helemaal te passen in onze verlichte beschaving. Of denk maar aan het voorbeeld van alle studenten die het hoofddoekenverbod hebben aangevochten voor het gerecht en telkens hebben gewonnen. Wat is het antwoord van de Vlaamse regering? Laat ons dan maar de grondwet veranderen. Allemaal redelijk autoritair, toch? En dat
Dat is iets dat we echt niet normaal mogen vinden. Normaal moeten dit soort filmpjes eindigen met een call to action. Maar ik heb geen concrete call to action. Ik vind het gewoon belangrijk om dit te beseffen. We wisten veel dingen over de Vlaamse regering. We weten dat ze niet geven om de zwaksten in de samenleving. We weten dat we van deze regering geen kordaat klimaatbeleid mogen verwachten. En dus zal er veel van ons afhangen. Maar we moeten ook snappen dat deze regering gewoon heel autoritair uit de hoek zal komen. Dat zien we al aan de eerste signalen en dat zal zo blijven. En daar mogen we ons niet bij neerleggen. Is niet normaal, maar ik vind het helemaal mooi. Ik word helemaal wakker. En dat brengt ons tot het einde van deze nieuwstransmissie.